Jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. Is deze man van plan? Hebben jullie bladblazers? Dit gaat hij niet lang volhouden. Dat waren ze. Oké, fuck, ik zie hem. Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Dit is nog nooit voorgekomen in het jachtseizoen. Fucking IJsberg, stop! Wie blijft er uit handen van Stuk TV? Stoppen! Hij zat erin! Ja! Dit is het jachtseizoen. Zitten. Meneer. En snel? Ja, meneer. Zo, Ruben Nicolai. Jij denkt dat je van ons kan winnen vandaag? Ja, ik heb namelijk gisteren het boek The Universe gelezen. En als je dus iets uitstraalt naar het universum, dan krijg je... Oké, luister goed, Ruben. Wij openen zo meteen de deuren van jouw cel. En dan mag je een poging wagen om te gaan ontsnappen vandaag. Check. Je krijgt 20 minuten voorsprong en daarna komen wij direct in actie. Oké. Je krijgt van onze GPS-tracker mee, die om de 10 minuten jouw locatie aan ons doorgeeft. Zo. Lukt het jou om 4 uur lang uit onze handen te blijven, staken wij de jacht en ben je op vrije voeten. Ben ik vrij man. Lukt dat niet en we pakken je, dan ga je meteen terug de cel in. Maar dan mag ik wel die Samsung houden. Is alles duidelijk? Zeker. Ik vind het niet heel gezellig, maar ik vind het wel heel duidelijk. Dat is mooi. Giel brengt je zometeen terug naar je cel. Zodra we op deze knop drukken hier... Dan draait de stoel. Nee, dan start het spel. Ja, dan start het spel. Opstaan. Ja. Hup, meenemen. Ja. Opstaan. Opstaan. Hartelijk dank, heer. Lopen. Ja, onmiddellijk. Paniek ook. Vandaag neemt Team Stuk het op tegen presentator en comedy-legende Ruben Nicolai. Na het succes van de Lama's is dit multitalent niet meer weg te slaan van de vaderlandse beeldbuis. Hij brengt een glimlach op ieders gezicht tijdens vele kijkcijferhits, waaronder The Masked Singer, Lego Masters en Oh Wat Een Jaar. Weet Ruben zijn bekendheid om te zetten in een geslaagde vluchtpoging? Of mag hij zijn grappen en grollen voortaan loslaten op de gevangenisbewaarders van zijn cel? We starten vanuit Kasteel Woerden. Lukt het Ruben om 4 uur lang uit handen te blijven van zijn achtervolgers Giel, Thomas en Stefan? Jongens, vandaag nemen we het op tegen niemand minder dan Ruben Nicolai. Eigenlijk is het gewoon een YouTube-battle tegen de televisiewereld. En deze man die kent natuurlijk een behoorlijk oudere doelgroep. Dus iedereen die een autorijbewijs heeft, die roept Ruben, kom maar mee. Nou, ik heb veel mensen zien dollen met de jongens van Stuk TV. Maar die zijn allemaal later gepakt. Dus ik durf dat niet. Ik ga hard mogelijk voor die gasten uitrennen. Ruben durft geen spelletje met zijn achtervolgers te spelen. En dat is misschien maar beter ook. Want de GPS-tracker die draagt, stuurt iedere 10 minuten zijn locatie door naar Team Stuk. Zij mogen na 20 minuten voorsprong de jacht openen. Vanuit hun snelle bus, vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. Ruben beschikt over niets. Hij heeft ook geen geld of eigen telefoon op zak. Wel heeft hij de gelegenheid gekregen om maximaal 2 helpers van tevoren te instrueren. Maar Ruben heeft een ander plan voor ogen. En heeft enkel zijn ontsnappingsvoertuig geregeld. Ik heb 1 rit klaarstaan. En verder denk ik, dit soort pakken dragen niet veel mensen. Maar in de stad meer mensen dan je denkt. Die werken aan de weg of aan de plantsoen. Dus ik hoop to blend in. En dat ze dan denken, ja, ik zie heel veel mensen, maar ik zie je niet. We starten vandaag hier in het kasteel in Woerden. Ruben kan alle kanten opgaan. Hij kan naar Amsterdam gaan, hij kan naar Utrecht gaan. Of hij kan lekker naar Rotterdam gaan. Het is gewoon heel onvoorspelbaar. Ik denk wel dat hij laks wordt na een tijdje. Na 2-3 uur spelen denkt hij, nou, nu kan ik wel even relaxen. Ik vind het een beetje eng hoe ze er ook in zijn gaan geloven. Ze nemen het zo serieus. Staan! Doorlopen! Om je gewoon niet te laten intimideren. Ja, Ruben, het is een spelletje waar je beter geen grap over kan maken. En je zult je ook nog eens aan enkele serieuze regels moeten houden. Je mag nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En je mag niet langer dan 20 minuten in hetzelfde voertuig zitten. Maar Ruben staat er gelukkig niet alleen voor. Jullie denken natuurlijk, wij zijn met z'n drieën, hij is in z'n eentje. Ik heb karma hier zitten. We mogen echt niet verliezen van deze grap maken. Nee, van deze lama, hè? Daar gaan we. Go!
Ruben is ontsnapt en hij probeert direct een hinderlaag voor zijn achtervolgers op te bouwen. Of deze hinderlaag ook maar iets gaat helpen, valt te betwijfelen. Ik neem het aan. Gelukkig scheurt dit geregelde ontsnappingsvoertuig er met piepende bandjes vandoor. Houd ze tegen! Ga voor die bus liggen! Oké, klasse. Dit is het eerste en het enige en het laatste wat ik geregeld heb. Max, top dat je er bent. Ik zou zeggen richting Rotterdam. Je moet gewoon die drukte opzoeken. Zit ze met de busje weer vast? En ik dan daar doorheen. In de drukte van Rotterdam wil Ruben deze battle tussen YouTube en TV gaan uitvechten. En hij opent direct een aanval op de kijkcijfers. Ja, die jachtseizoen mensen die zeggen de hele tijd, we hebben net zoveel kijkcijfers. Bij televisie is toch echt één moment hè, dat het wordt gemeten. Nee, er zijn wel veel dingen bij tv anders hoor. Als ik ook denk aan die boterham in die cel. Goed, stressstand. Nog een onderdeel van mijn strategie is dus opgaan in de mensenmassa. Daar heb ik nog wel wat ideetjes voor, daar kom ik later op terug. Maar ik heb ook van een goede Duitse vriend van mij eventjes iets kunnen lenen. Ogenblik. Ja, nu is het daarheen. Daarheen. Zal ik iemand bellen voor je, Ruben? Heel graag. Ja. Hey, dan ik ben Max. Jachtseizoen voor Stuk TV. Ben ik aan het rijden. Met Ruben, kan jij hem oppikken? Ja, hoe dan? Ik denk met een kwartiertje. De hoogte van Nieuwekerk ergens. Shell. Jezus, wat goed. Terwijl de volgende rit wordt geregeld, zijn de eerste 10 minuten gepasseerd. En wordt Ruben zijn GPS-locatie gedeeld met zijn achtervolgers. Zij staan op de startlocatie te wachten tot de 20 minuten voorsprong voorbij zijn. En de jacht op deze criminele grappenmaker mag worden geopend. Maar hij is richting Den Haag. Dus we moeten nog 10 minuten wachten en dan de bus in, achter hem aan. Gas erop. Ja. Zeker gas erop, want Ruben gaat zich niet zomaar laten pakken. En hij heeft slim gebruik gemaakt van de noodzakelijke maatregelen. Ik moet natuurlijk ook een mondkapje. Ik heb telefoonnummers aan de binnenkant van mijn mondkapje geschreven. Oh, we zijn al bij het tankstation. Max, je bent de topper. Kijk, en we zijn vertrokken. Ik heb nog wel een maatje in Rotterdam. Die kan je gewoon bellen. Karma, karma, karma. Ruben, voor jachtseizoen. Ja, goed, ik heb wel tijd. Klas. Je zou bijna denken dat Ruben hier een toneelstukje opvoert. De hulp vliegt hem om de oren. Maar hij schuift het af op het succes van het programma. Als jullie niet zo'n razend populair programma maken, dan snapt niet iedereen precies wat er moet gebeuren. Als Ruben niet van die razend populaire programma's zou presenteren, dan zou hij niet zo makkelijk worden geholpen. Maar goed, we gaan spoedig zien wie deze strijd zal winnen. De 20 minuten voorsprong zit er namelijk op. En Team YouTube maakt zich klaar voor de jacht. Rijden! Rijden! Oh, er staat iets voor, er staat iets voor. Oh, kut, er staat iets voor. Huh? Hij heeft er iets voor gezet. Fuck deze shit! Oké, let's go! De hindernis heeft nauwelijks voor vertraging gezorgd. Maar wel voor een klein krasje op de jachtseizoenbus. Hopelijk kunnen onze vrienden bij Opel erom lachen. Gelukkig heeft de apparatuur in de bus het allemaal overleefd. En checken de mannen de GPS-locatie op hun Samsung-tablet. Die locatie, Toon, waar zit Rotterdam-Alexander. Nee, hou op. Hoe lang is het rijden? 26 minuten. Ja, dag. Dat is goed gedaan, hoor. De voortvluchtige grappenmaker heeft zijn voorsprong prima weten te benutten. En komt ondertussen aan in... Rotterdam, we zijn daar. Ik heb nog een plan. Dat oranje, dat herken je van kilometers afstand natuurlijk. Dus ik moet dit pak aanpassen. Ik ga naar een gereedschapsverhuurbedrijf. En dan ga ik iets van gereedschap proberen te lenen, wat hierbij staat. Dat als ze me zien, dat ze nog steeds... Oh, die staat daar het gras te maaien. Nee, dat is hem niet. En dat ze dan weer doorlopen. Dus ze rijden op dit moment naar Rotterdam. Hij zit bij de Euromast. Hij is nu midden in Rotterdam. Wat heeft hij al snel gedaan, ouwe? Ik zie wel iemand een oranje pak daar. Nou, zullen we niet een petitie starten, jongens? En dat indienen bij de Tweede Kamer dat we gewoon geen mensen in oranje overal meer willen zien. Top idee, Giel. Alleen voor nu helaas te laat. Want dit boefje is juist van plan om optimaal gebruik te maken van al dat oranje op straat. Zo'n volgende lift hoeft hem alleen maar even aan een noodzakelijk attribuut te helpen. Waar gaan we heen? Ja, kijk, een gereedschapsverhuur. Zoals een Bulls of de Bowrent. Ja, weet je dat? Wacht, zit 10 minuten vanaf. Klasse. Oké, dan moeten we even wachten tot het alarmpje afgaat. Ah, fuck it, we gaan het helemaal niet doen. Nee, dat zie ik iedereen doen, dat gaat altijd mis. Latte! Woep woep! Kijk, zie, dat bedoel ik. Die man.
Die loopt in oranje overal en dit is heel normaal. Daar, weer iemand. Oranje. Zie? Daar ga ik dus gebruik van maken. Oh, hij is niet ver opgeschoten. Hij is nog steeds in Rotterdam Centrum. 19 minuten. Nou, top. Inhalen die handel. Over de snelweg zet Team YouTube koers richting de havenstad. Alwaar de ontsnapte televisiepresentator bij de plaatselijke bouwmarkt zeer noodzakelijke inkopen probeert te doen. Goedemiddag, mag ik u wat vragen? Ik vroeg me af. Hebben jullie bladblazers? Nee. Super, geen bladblazers. Dat moet je naar Zuid toe, dat is dicht voor zijn. Zuid. Zuid bij de Kuip. Oh, oké. Godzijdank heb ik nog 10 minuten scootertijd, want hier hebben ze het niet. Auwe, we moeten naar Zuid. Rubens' GPS-locaties doen Stefan vermoeden dat dit boefje niet van plan is om heel Nederland door te reizen. Hij blijft in Rotterdam. Nee joh. Waarom zou hij 4 uur lang in Rotterdam spelen? Weet ik niet. Maar... Nee joh, dat doet hij niet. Giel, je moet zo meteen over 1,7 kilometer rechtsaf richting, ja geloof het of niet, Rotterdam Centrum. Kijk nou, dat is schitterend. Hij is aan de overkant van Erasmusbrug. 14 minuten. Laten we proberen tegemoet te rijden, jongens. Hey, maar jongens, ik wil hem toch wel een hartverzakking geven. Dus volgens mij krijgt hij al 5 minuten door hoeveel kilometer voorsprong hij op ons heeft. Laten we dat zo goed mogelijk beperken. Want als het zo min mogelijk is, schrikt hij zich rot. Kijk, hier weer collega's, overal collega's. Zie, valt helemaal niet op. Klasse. Hey, onwijs bedankt, Bas. Alsjeblieft. Goedemiddag. Ken jij het programma Stuk van Stuk TV? Jachtseizoen? Ja. Ja, jij kent het wel, hè? Ja, de. Ik vroeg me af, zou ik een bladblazer mogen lenen? Dat ik die om kan hangen en dan ga ik, ook met tape nog van die veiligheidslijnen maken. Heel misschien kan ik wel een PR, maar dan moet ik echt een spelen. Klasse. Ga ik alvast met die tape aan de slag? Oh ja, kijk! Ja, waar ja, zit ja, hij? Toon. Ja. Waar zit hij? Goed, ouwe. Rotterdam Stadion. 6 minuten! No! Jongens, dan kunnen we hem tegenkomen. Ja, man. Dan kunnen we hem tegemoet rijden. Oh, we hebben maar 1 uur gespeeld en we zijn er zo dichtbij. Ja, ik krijg nu die afstand te horen. Ik ben ook heel benieuwd wat die afstand is. Ruben is te druk met zijn vermomming en checkt dus niet op zijn smartwatch wat de afstand tot zijn achtervolgers is. Dit is het inblend moment. Nu ben ik slagen aan het slaan. Kan jij heel even dit naar beneden drukken? Jongens, 1,7 kilometer heeft hij maar een voorsprong. Ja, dat schiet helemaal op. Team Stuk is 1,7 kilometer van je verwijderd. Hé? Dat is vlakbij. Dat is heel dichtbij. Goed checken, boys. Hij staat daar nog waarschijnlijk, joh. Ja, hij staat daar nu nog een lichtje. Het is echt een flapdrol. Eerst volgende rechtsaf. Is het gelukt? Ja. Klasse. Oké, nou heel veel succes in ieder geval. Ruben wordt zijn gehele vluchtpoging gevolgd door zijn eerste helper. En geheel tegen alle regels in, stapt hij in blinde paniek voor de tweede keer in dit voertuig. Hier rechts. Ga hier eens rechts? Ja, hier rechts stond hij. Ja, hier fucking veel mensen. Rijden hier maar even een rondje hoor. Waar? Oeh, dat is mooi gegaan. Wij reden de parkeerplaats af. Zij reden op. Dan druk ik nu de offline even in. Offline starting. Nou. Jongens, we zijn offline, ouwe. Wat? Heeft hij check die auto. Kijk, hij weet het. De praxis helemaal bij de Kuip. Hoe weet je dat? Hij loopt. Ja? Ik zeg, wat ga je doen? Hij zegt, ga bladblazen halen bij de Kuip. Bladblazen halen bij de Kuip. Dat klinkt als Ruben. Oké, ja, dat klinkt. Maar hebben jullie hem een lift gegeven? Nee. Ja, wel. Hij heeft hem wel een lift gegeven. Ik wist niet dat die jongens zo hard gingen. My god. Ruben is op het nippertje ontsnapt. En Team Stuk kan dankzij de offline button 10 minuten lang geen gebruik maken van hun apparatuur. Maar als de mannen net iets beter zouden opletten, dan zagen ze dit oranje boevenpak nu de kruising oprijden. Oh my god. Dat waren ze. Ah, wat balen dit. We hebben nu 500 meter achter ons, dus nu moeten we even gaan kijken waar we snel... Schuilen. Gas op die lolly. Weet je wat het ook nog zo kan zijn? Dat die jongens ons gingen afleiden, want hij ging met zijn scooter ook voor mijn bus staan. Ja, die auto ging al voor je neus. En dat Ruben ondertussen ergens tijd kreeg om te ontsnappen. Oh, je moet hem nog in elkaar zetten. My god. Ik denk toch niet dat hij het programma kende. Het heeft hem bijna de kop gekost.
maar Ruben heeft een vermomming compleet. Nou, Ruben, dan moeten we denk ik bij een benzinestation stoppen. Liften, hè? Ja. Oké, okay, top. Ik ben pas een uur onderweg. Ik ben helemaal gesloopt. Zie je later, hè? Kunt u mij met spoed een lift geven? Er wordt achter me aangezeten. Waar ben jij nou? Waar ben jij? Maakt me niet uit. Als het zo, maar ik mag 20 minuten bij jou in de auto zitten. Top! De 10 minuten offline zijn inmiddels verstreken. En de apparatuur van Team Stuk laat daarmee direct de GPS-locatie van Ruben zien. En dat zet Thomas gelijk op scherp. Hij is fucking dichtbij, gek! Hij is fucking dichtbij! Die rotonde op! Waarschijnlijk is dat niet deze locatie. Oh, dat is 8 minuten geleden. Is 8 minuten geleden. Ja, krijgen we hem, man. Ik krijg een locatie. Ja, ik zeg, rij maar vast naar richting die snelweg, hoor. Ja, precies. Goed. De jongens besluiten achter hun boeven aan de snelweg op te rijden. Maar dat verwacht Ruben al. Dus die probeert zo snel mogelijk zijn oorspronkelijke plan te hervatten. Want zij zitten nou natuurlijk op deze snelweg. Zij zien het volgende piepje dat ik nog steeds op deze snelweg zit. Als ik dan alweer de andere kant op rij, dan pak ik wel even wat winst. Klinkt als een plan. En bij puur toeval is deze kersverse bladblazer bij een collega ingestapt. Maar heel even, mag ik vragen wat jij doet? Ik zit bij een aannemersbedrijf. Heb je niet zo'n extra helm over? Jazeker, die heb ik erachter. Hartstikke idee! Moet je nog een veiligheidsvestje hebben? Ja? Oh! Dit is precies wat ik wil. Want de regels zeggen, je moet je overal aanhouden. Ze zeggen niet, je mag hem extra veilig maken. Dat staat er niet. Hoeveel minuten? Dat is 11 maar. Valt mee. Maar wel blij dat hij uit Rotterdam is. Daar ben ik echt blij mee. Ja, dat had ik niet verwacht, maar helemaal top. En nou een kruisje slaan dat hij weer terug gaat, want dan word ik gek. Ja, dan word ik ook niet zo blij. Nou, en laat dat nou precies de koers zijn die Ruben en zijn helper hebben gekozen. Ja, top. Ik heb ook een verkeersregelaar staan, die houdt zo beter. Ja, top. Ja, dit kan niet beter. Nou, had ik ook wel even nodig. Potverdorie, wat dacht ik. Dat voor de korte uitzending. En daar zijn we weer in het schitterende Rotterdam. Hij is weer terug. Gaan we weer naar Rotterdam? Ja. Maar deze rotonde rechtdoor? Ja, rechtdoor. Hou heel even die verkeersregelaar even bij, hè. Ja? Ik kom met Ruben Nicolai. Ja? Die moet 10 minuten of een kwartier voorsprong houden op iemand anders, dat ze hem niet kunnen pakken. Oh, wacht, nou, dan moet er even Martijn tegenhouden. Houd hij maar even tegen. Ga je heen? Tweede vluchtauto is ook weer. Jemig, ik ga echt meteen door. Niks wachten tot het piepje afgaat. Oeh, ik sta nu hier en ben ik snel vertrokken. Ja, alleen maar snelheid maken. Nee, dit zijn jouw mensen. Ja, hij is in het centrum weer. Dan ga ik het centrum in. Oké, we gaan het proberen, oké? Okay? Als dit niet werkt, gaan we er niet meer in. Kijk nou, ik heb een hesje. Hey guys. Hi. Het is een zwart busje van Opel. Ja? Het heeft een gele onderkant. Die mag je tegenhouden en die mag je heel lang bezighouden. Nou, we sturen hem de andere kant op. Ja! Klasse! Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, ik ben Ruben. Ik ben Martijn. Ja. Laten we het zo doen dat we over 20 minuten ergens bij het water zijn. En dan, als ik heel even je telefoon mag lenen, ga ik 1 telefoontje plegen. En dan ga ik zorgen dat daar een taxi staat, of een watertaxi staat. Ruben wil te water, maar zijn achtervolgers zitten compleet op een ander spoor. Volgens mij is het lijkt alsof u op een trambaan zit. Dit is ook een metrohal. Of een metro. Nee. Een tram en een metro. Ja, maar als hij in de metro zit, dan had hij geen locatie kunnen sturen. Nee, maar hij staat er net boven. Ik was zo blij dat hij het centrum uit was. Terwijl de jachtseizoenbus nogmaals het drukke Rotterdam binnenrijdt, probeert Ruben zijn meegesmokkelde telefoonnummers te ontcijferen. Ik kan het laatste cijfer niet meer lezen. Oh, wat erg. Oh, dat heb ik eraf geademd. Goedemiddag, middagin. Neem me niet kwalijk, ik ben verkeerd verbonden. Ik had Jan Vens proberen te bereiken. Excuseer. Nog 9 andere opties. Hallo, Jan Vens, ik sta over een kwartier bij de Euromast in de buurt. Oh, weet je waar ik nu rij? Nee. Bij de Euromast. Nou, klasse. Bestel maar gelijk die watertaxi. Dus we rijden vanaf de Euromast, rij ik met jou mee. En dan varen we met, dan vaar ik met die watertaxi weer de stad in. Wat een feest. Rotterdam Centrum, zijn we er toch? Wat een ellende. Ja, dit zijn pure ellende. Kijk, dit zijn ook prima filetjes voor de jongens. Die staan hier ook in natuurlijk. Wat is dit een zenuwslopend spel. Ik ben hier helemaal niet geschikt voor, merk ik. Ah, daar is de Euromast. Oh, fijn. Ja, daar staat de volgende lift. Oh, hij zit nog verder het centrum in. Het is maar 8 minuten, hey. We zitten gewoon in die 10-minuten-bubbel. Het is de metro, vriend. Kijk, die metro die komt daar ook uit. Ruben wordt afgezet bij het water, maar zijn volgende lift bevindt zich aan de overkant. En alsof hij alle tijd van de wereld heeft, loopt Ruben op zijn dode gemakkie naar de andere kant van het water. Hij lijkt sterk overtuigd dat zijn vermomming hem wel zal beschermen. Jammer genoeg werkt alleen zijn bladblazer niet.
Doe het gewoon zelf. Met dit weer ook gaan bladblazen. Ruben is op de helft van zijn ontsnappingspoging. Nog 2 uur te gaan. Hij ontvangt nu wel weer de afstand tot zijn achtervolgers op zijn smartwatch. 2 kilometer. 2 kilometer. Hij is weer de Euromast. 8 minuten rijden. 2 kilometer. 2 kilometer. Ah, dat is weer weinig. Heel weinig. Dat is heel weinig. Maar ja, dit is wel centrum Rotterdam, hè. Vent! Gas! Gas! Ze zitten achter ons aan. Moeten we naar de taxi? De watertaxi. 2 uur. Perfect. En het is een klein stukje net buiten Rotterdam, dat wilde jij. Zo, perfect. En dan schudt hij weer terug de stad in. Hier gaan allerlei watertaxis. Rij maar langs de waterkant. Rij maar langs de waterkant. Hier rechts dus. Onze boevenjagers zijn erop voorbereid dat Ruben misschien op een watertaxi springt. En besluiten een route langs het water te kiezen. Ja, we zitten 4 minuten. We zitten bij 4 minuten. We zitten vlak achter hem. Is deze man van plan? Hij loopt ons te dollen. Gaat hij daar weer piepje? Nu gaat hij weer de andere kant op. Weer een piepje, weer de andere kant op. Ruben komt ondertussen aan bij de watertaxi. We zijn nu bij het water net buiten de stad afgezet en ik ga met deze gast, scheur ik nu weer het centrum in. Hop, 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 hop. Hey, goedemiddag. Hachiki. Day. Team Stuk bevindt zich in de buurt, maar de mannen hebben plots andere prioriteiten. We moeten heel even pissen, man. Ja, ik ook. We hebben 4 minuten achterstand, jongens gaan even pissen. Nee, dit is top, dit is helemaal top. Heb je een bepaald idee waar je in wilt? Wat is het moeilijkst voor auto's om te komen? Wacht eens even, dit is bij de metro. Ja. Doe die maar. Metro Maashaven. Metro Maashaven, stap ik daarna op een metro. Ja, op zich is ook een auto goed te bereiken. Oh, is goed te bereiken. Oh ja, oh nee, dan doen we het niet. Ruben zoekt nog even in alle rust een geschikte vaarroute uit. Terwijl zijn GPS-tracker zijn locatie doorstuurt naar zijn achtervolgers. Huh? Ja, hij zit daar. Hij zit op die boot. Daar komt hij. Kijk, die watertaxi. Pak die verrekijker. Ja. Hij zit op die watertaxi. Oh, ik zie hem. Ja, ik zie hem. Hij zit op die gele boot daar. Zijn locatie was precies daar op het water. Godsamme. Stefan van Giel, over. Ja, ik hoor je over. Ja, ik zie hem. Ik zie hem. Ja, hij ziet hem. Hij ziet hem. Bukken, bukken, bukken. Ik ga erheen. Jongens, ik zie hem. Wat is hij aan het doen? Waar is hij? Hij zit te wachten tot wij er zijn. Oké, fuck, ik zie hem. Hij zit recht tegenover me. Kijk, normaal wacht ik niet. Dan denk ik zoveel mogelijk meters pakken. Alleen, ik moet ze nu even de stad uitlokken. Dat ze hier in de buurt zijn. Want via het water pak ik nu echt veel voordeel. Ik hoef niet naar ze te zwaaien. Ik bedoel, als ik die koppen wil zien, dan typ ik YouTube in. Zo, ik wil dat jij alvast de route klaarzet. Om aan de andere kant van het water te komen. Giel, wachten. Steven, ik denk dat we moeten gaan rennen. In 3, 2, 1, rennen. Oh, daar komen ze. Kan je alsjeblieft varen? Zij zit achter mij aan. Dat was zoals in de film. Als die gasten aankomen rennen, denk je het is afgelopen. Stefan voor Thomas, hij vaart nu weg, heel snel. Fuck! Dit gaat hij niet lang volhouden. Oké, luister. Ja. Toren! Steek, kom! Schilder zo'n stukje. Ja. Hij leek op een gemeentewerker. Ga je doen, je kan hier al lang toren. Nee, rechts. Ik kon daar niet toren. Wat je kan daar rechts toren. Hier rechts. Ja, en dan hier deze kant weer op. Oh, het is zenuwslopend. Thomas kwam bijna aan boord. Of Stefan of Giel. Erasmusbrug. Hij gaat hier weer ergens aanmeren. Ik dacht dat het een gemeentewerker was. Ja, de verrekijker leed ook eerst gemeentewerker. Ik zag hem ook niet. Ik herken hem niet. Totdat ik die band om hem heen ga. Ze hebben natuurlijk wel mijn briljante vermomming gezien nu. Bij Erasmusbrug is ook een halte van die watertaxis. Ja, hij is door. Bij de Euromast is ook zo'n halte. Hij is sowieso een Euromast, 100%. Daar is hij ook opgestapt. Mag ik je onwijs bedanken? Super bedankt, John. We zijn nu ergens anders. Ik heb geen idee.
gewoon liften. Kapje af. Goedemiddag. Ken je een stuk tv? Jachtseizoen? Nee, oké, dan wordt het heel lang uitleggen. Toch bedankt. Die. Mag ik met jou mee rijden? Kijk, instel. Waar moet je naartoe gaan? Maakt me niet uit, ze zitten achter me aan. Ken je dat, jachtseizoen? Ja, ja, ken ik. Laten we het centrum weer eens inrijden. Jee, mijn god, heb ik me hierop verkeken. Oh, kijk, hij is al op de weg. Hij zit al op de S114 richting Schiedam. Hij is gewoon van die boot af. Ja, die bladblazer, die hebben ze dus niet gezien. Ze hebben mijn helpje gezien, maar die bladblazer niet. Dus als ik straks mijn pruik, die ik nog steeds bij me heb, een bril, en dan doe ik de helm eraf. Een international man of mystery. Ah. National Man of Mystery. Nou, regionale Man of Mystery. Ik heb echt het idee dat ze vlakbij zitten. Komt u maar met een nieuwe locatie. Nee! Waar is hij? Waar is hij? Hij moet hier zijn! Nou, zijn we dichtbij dan? Wees veel succes, hè? Onwijs bedankt. Je bent echt een topper. Thanks. Hij is deze weg ingegaan. Ja? Ja, ja, ja. Goed, alle auto's checken, jongens. Hij kan ook gewoon rust overstapt zijn. Het is tijd voor een volgende vermomming. Dag, bouwvakker. Hallo, bladblaad. Hij staat hier rechts! Nee, hij staat hier rechts! Hij staat daar rechts! Hij staat er rechts! Stop, niet doen, niet doen! Hoi. Die helm vind ik een beetje lullig. Hij staat daar. Ja, we hebben het! Ja! Jongen, 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 jongen! Hoe heb je mij herkend? Je staat hier! Vanaf... Maar je ziet toch niet dat ik het ben? Nee, maar er vertelde iemand in het eerste uur. Hij gaat een bladblazer halen bij de bouwmarkt. Wie vertelt dat? Geen idee! Maar ik had je al gezien op de boot met dit outfit. Nee, want toen had ik mijn helm op. En nu heb ik een pruik op. Nu heb je pruik. Dus ik ben heel iemand anders. Ja, nu was je iemand anders. Ja, hoe heette je nu dan? Ha, kijk, nu stel je de goede vraag. Hoe heette je Ruurt. Dan? Je heette Ruurt. Nu heet ik Ruurt. Oké, nou... Tjonge, jonge, 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 jonge. Jullie zijn zo achtelijk goed in dit spel. 1,7 kilometer. Wat? Rees. Ruben, het is klaar, vriend. Ja, maar ik ga niet zonder mijn bladblazer weg. Terug naar de cel, Ruben. Ja, kan je lekker daar gaan prikken. Hè? Hartelijk dank. Oh. Het is van begin tot eind één grote vernedering geweest. Nieuwe tactiek, maar het laat zien, het heeft niet gewerkt. Verloren, verloren, verloren. Maar I'll be back. Helaas. Ook al was hij compleet onherkenbaar vermomd, het is Ruben Nicolai niet gelukt om 4 uur lang uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. En dat betekent dat deze YouTube versus Old School Television Battle na 2 uur en 59 minuten is beslist. En onze misdadige presentator zijn grappen voortaan mag maken in de cel. Yes, goed nieuws, want je kunt eindelijk weer het jachtseizoen spelen met onze vernieuwde jachtseizoen-app. En wil jij terechtkomen in onze backstage documentaire die we aan het einde van dit seizoen gaan uitzenden? Check dan snel de tutorials die we voor jullie in de app hebben klaargezet en begin met het filmen van je eigen toffe jachtseizoen video. En de beste inzendingen, die komen in de documentaire. Kortom, grijp die telefoon en start met filmen. Joe, start. Jachtseizoen werd mede mogelijk gemaakt door de Opel Vivaro. Voor elke klus de ideale bus.